Hey Schorpioen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand oktober. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen. Ik ga kijken in uw algemene energie. Ik ga er dieper op ingaan met de tarotkaarten en ik ga afsluiten met een liefdesorakelkaartje. Maar we gaan eerst kijken in uw algemene energie en zien wat daar mag uitkomen voor de maand. Oktober. We hebben dus opvlammende passie. Dit is voor mij een nieuw passioneel begin die gaat binnenkomen. Heel vurig, heel creatief. Het kan zijn dat je uit je comfortzone gaat komen, maar het kan ook zijn dat er iemand heel veel passie voor je heeft of jij hebt heel veel passie voor een bepaald persoon. Maar er komt sowieso een nieuw begin, een nieuw passioneel begin. En onderaan heb ik hier overwinning en succes. Er is iets dat van overwinning gaat plaatsvinden. Het kan zijn, voor sommigen onder jullie is er op dit moment een mentaal conflict. Heb je je hart op slot eventjes gezet of is je hartchakra even geblokkeerd? Maar eens je daar uitkomt en eens je gelooft in die overwinning en die succes, komt er uiteindelijk wel een nieuw passioneel begin. We gaan er dieper op ingaan met de tarotkaarten. We gaan kijken wat nog meer mag uitkomen. Het kan zijn dat deze boodschap aansluit op deze reading, maar het kan ook zijn dat het een aparte boodschap is in verband met deze opvlammende passie. Dus we gaan een keer kijken voor de schorpioen voor de maand oktober. Oké. Sommigen onder jullie zitten in een zeer diepe vertrouwde connectie. Het kan zijn voor sommigen onder jullie, gaat niet voor iedereen zijn. Sommigen onder jullie zijn getrouwd, andere onder jullie zitten in een diepe vertrouwde connectie. Maar er is iets wat dat heel onverwachts gaat plaatsvinden. Het kan zijn voor sommigen onder jullie is er hier een huwelijk vanuit het verleden nog niet volledig losgelaten. Er is daar nog een beetje treurnis over, verdriet over. Het hangt nog een beetje in uw systeem. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om u om te draaien en het los te laten. Want eens je u daar terug naartoe keert, naar het verleden, kan er uiteindelijk een nieuwe soulmate binnenkomen. Want onderaan hebben we hier de zon. En dit is eigenlijk positieve vibes, alle successen, duidelijkheid, soulmate op je pad kan komen. Al het positieve, alles wat u gelukkig kan maken, gaat voor iedereen verschillend zijn, kan werkelijk op je pad komen. Maar het is iets wat heel onverwachts gaat plaatsvinden. Het kan zijn dat je een inzicht gaat ontvangen, dat je van iets gaat realiseren, wakker gaat worden. Waardoor dat dit als een shock gaat ervaren worden. Want toch wordt er gevraagd om vertrouwen te hebben in jezelf, maar ook vertrouwen te hebben in het universum. Het kan zijn voor sommigen onder jullie, als jullie single zijn, is er wel iemand die heel plots, onverwachts, zomaar, out of the blue,
op je pad gaat komen, waar je een diepe vertrouwen mee gaat voelen, waar je een spirituele band mee gaat hebben, maar je gaat eerst iets moeten loslaten. Er is iets wat dat energetisch nog aan u kleeft en dit ga je wel moeten loslaten. Eens je dit gaat kunnen doen, gaat de zon voor u schijnen. Maar we gaan er dieper op ingaan. En we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Want ik heb het gevoel, schorpioen, dat je in het transformatieproces gaat terug gaat inkomen. Je gaat in het transformatieproces terechtkomen. Waardoor dat je op een dieper level, op een hoger level, een hoger bewustzijn gaat creëren. Je gaat hier, ik voel dat heel sterk, er gaat hier spiritueel naar een hoger level getreden worden. Maar eerst gaat er iets moeten losgelaten worden. Al het verdriet, alle treurnis, alles wat je zo gezegd hebt gefaald in het verleden, of het gevoel hebben van ik heb gefaald in het verleden, dit ga je moeten loslaten, want je gaat transformeren, waardoor dat je uiteindelijk naar een hoger level gaat geraken op gebied van je bewustzijn. Dit is iets wat dat heel plots, onverwachts gaat plaatsvinden. Ik heb hier wel heel sterk schorpioen en stierenergie, leeuwenergie ook. Dit gaat hier wel zeer duidelijk over een spirituele connectie. De Lovers, de Queen of Swords en de Four of Cups met de Hierophant. Ik heb wel heel sterk het gevoel dat er hier wel een zeer fysieke, sensuele aantrekkingskracht is. Een magnetische aantrekkingskracht. Maar het zou kunnen, schorpioen, dat jij het gevoel gaat hebben van ja, deze persoon is niet geïnteresseerd in mij. Deze persoon zie mij niet staan, gaat mij afwijzen, omdat er in het verleden iets is gebeurd wat al eigenlijk niet is blijven lukken. Er is iets in het verleden qua relatie is niet gelukt. En daardoor heb je nog die kleine angsten dat je het gevoel gaat hebben dat er u iemand gaat afwijzen. Het gevoel hebben dat deze persoon geen interesse heeft in u. Maar je gaat het objectief moeten bekijken. Het zou kunnen dat je heel veel nadenkt daarover, maar ik heb ook een andere boodschap dat ik binnenkrijg. Het kan zijn dat deze persoon gaat moeten kiezen tussen twee personen. Want dit is iemand die uit een huwelijk komt. Dit is iemand die uit een huwelijk komt. Weegschaal, waterman, tweeling energie. Tweeling heel sterk. Dit is iemand die uit een huwelijk gaat komen en die gaat moeten kiezen. Waardoor dat er hier een afwijzing plaatsligt. Zou kunnen, schorpioen, dat jij het gevoel gaat hebben van, als je weet over wie dat ik het heb, dat je het gevoel gaat hebben van, ja, ik ga hier afgewezen worden. Want deze persoon, tweeling of stierenergie, gaat een keuze moeten maken. Ondanks het feit dat er tussen u en de andere persoon de magnetische kracht echt heel sterk is, heel diep aanvoelt, die fysieke aantrekkingskracht is en die intense aantrekkingskracht is er, ook al die diepe vertrouwen ligt erin, gaat er hier toch wel een keus moeten gemaakt worden. En dit is wel iemand die het objectief gaat bekijken om dan uiteindelijk met het hart deze keuze te maken. Dit is iemand die heel hard gaat nadenken daarover. Het
Dit is iemand die eigenlijk de waarheid gaat zien, die het objectief gaat bekijken, die knopen gaat doorhakken. Knopen doorhakken vanuit het verleden. Ja, dit is, zeker met de Wheel of Fortune, dit is iemand die uiteindelijk, het kan zijn dat deze persoon al komt en gaat in je leven, maar dit is iemand die een tweede kans wil. Dit is iemand die veranderingen en vernieuwingen wil doorvoeren. Het is een lotsbestemming, het is een pad die je gaat moeten volgen. Ik heb het gevoel dat jij die veranderingen en die vernieuwingen gaat moeten doorvoeren. Dat jij de knopen gaat moeten doorhakken en dat je minder met je gevoel gaat moeten bekijken en meer objectief gaat moeten bekijken. Eens je het objectief hebt bekeken, ga je met je hart een beslissing moeten maken, een keuze moeten maken. Maar je gaat vertrouwen moeten hebben in jezelf, maar ook in het universum. Want er liggen hier vernieuwingen en veranderingen. Schorpioen, leeuw, stier, waterman, energie. Ik heb het gevoel dat hier patronen gaat moeten doorbroken worden. Er zijn angsten en onzekerheden en er is een rode draad. En er wordt gevraagd om daar die herhaalde patroon te doorbreken. Want er is iets van je lotsbestemming. Het universum heeft uw rug. Ja, zo zeggen wij dat in België. Het universum heeft uw rug. Go with the flow. Want uw lotsbestemming zou wel eens een volledig ander pad kunnen zijn dan dat je in gedachten hebt. Omdat je het met je hart gaat moeten beslissen. Met je gevoel, met je hart. En dat kan van levensbelang zijn. Ofwel ben jij het schorpioen, ofwel is het de persoon waar je mee te maken hebt. Want iemand denkt heel veel na. Iemand gaat de waarheid doorzien. Iemand gaat knopen doorhakken. Iemand gaat verleden achter zich laten. En voor mij de koningin van zwaarden is iemand die uit een relatie komt, uit een huwelijk gaat komen. Want iemand wil veranderingen en vernieuwingen, een opvlammende passie, een volledig nieuw begin. Maar er is iets wat heel onverwachts gaat plaatsvinden. Dat kan echt als een shock ervaren worden. Dat kan een inzicht zijn, een aha-moment, iets realiseren. Maar ik heb wel het gevoel dat je in een transformatieproces zit. Waardoor dan de veranderingen gaan binnenkomen. Dus eigenlijk al het negatieve gaat uitgezuiverd worden. Het universum gaat instappen om al het negatieve uit te zuiveren. Maar dat kan echt als een shock ervaren worden. Want er is iets van het verleden dat niet, er is iets van het verleden dat niet losgelaten kan worden. Het kan niet losgelaten worden. En dit is een angst. Dit is iets dat onzeker is. Verstrikte gedachten. Maar we gaan een keer verder kijken en zien wat er nog meer mag uitkomen. Ja, het is iets dat heel, heel, heel zwaar weegt op de schouders. Het gaat natuurlijk wel van teleurstellingen geven of iemand heeft u teleurgesteld, waardoor dat ik verdriet zie. Maar het is een... Het is een heel groot hoofdstuk, schorpioen, met de wereldkaart. Het is een heel groot hoofdstuk. Het is een bepaalde fase, een bepaalde cyclus die tot een eind gaat gebracht worden. Dit is iets wat jij gaat moeten doen. Er is een patroon die herhalend is. En natuurlijk zijn er angsten en onzekerheden om deze patroon te kunnen doorbreken. Maar er wordt gevraagd om dit te doorbreken. Geen verstrikte gedachten te hebben. Niet angstig en onzeker te zijn. En uiteindelijk de cyclus tot een eind te brengen. Een heel grote hoofdstuk tot een eind te brengen. Zodat je uiteindelijk aan jezelf kunt werken. Zodat overvloed kan binnenkomen. Maar er is op dit moment zijn er teleurstellingen. Hartverdriet, littekens op het hart. Hart in het pijn. Heeft gedaan. Maar dit is een hoofdstuk die je gaat mogen afsluiten. Want op dit moment kan het zijn, eens de toren gaat vallen, ga jij je hart op slot zetten, ga jij heel defensief
je gedragen, maar dat gaat super zwaar weer. Dat gaat een heel zware last zijn voor jezelf. Maar toch zie ik daar wel een einde in komen. Het kan zijn dat je je pad heel moeizaam bewandelt, maar dit is omdat er iets moet afgewerkt worden. Er is hier een beslissing dat je moet gemaakt worden. Het kan zijn dat je heel nieuwsgierig bent, dat je iets aan het analyseren bent, dat je iets aan het onderzoeken bent, want er is een toren die gaat plaatsvinden. Dus dat kan echt wel als een shockmoment ervaren worden. Dit is eigenlijk de grond die van onder je voeten wegzakt. De ene gaat er beter mee om dan de andere. De ene is daar veel sterker mee dan de andere. Dus neem wat dat resoneert, maar er wordt hier iets onderzocht. Het kan zijn dat er u iemand in doog houdt en dat er iemand heel nieuwsgierig is naar u toe en dat deze persoon kan jonger zijn dan u. Die persoon is jonger dan u. Het kan zijn dat deze persoon wel groeit in zijn haar energie. Dat die persoon eerst alles aan het onderzoeken is. Nieuwsgierig zijn, kijk wat je allemaal doet. Om dan uiteindelijk te groeien in energie, om dan de knopen door te hakken. Want er is iets wat heel onverwachts gaat plaatsvinden. Iemand heeft het hart op slot gezet. Het kan zijn dat er één van de twee iemand op sociale media heeft geblokkeerd. Maar toch is het iets wat dat heel zwaar weegt. Mocht het zo niet zijn, dan is het iets wat dan nog gaat komen. Dat heel onverwachts gaat plaatsvinden. Iemand gaat iemand onverwachts, out of the blue, blokkeren op WhatsApp, Facebook. Alles van sociale media. Omdat er iets naar boven gaat komen van, ik zeg niet stalken. Het is zeer klein, maar je wordt in toog gehouden. Er is iets wat dat onderzocht wordt. Kijk wat je allemaal aan het doen bent. Maar toch is er iets wat heel zwaar weegt. Iemand gaat iemand op de blok zetten. En dit is wat dat heel zwaar weegt. Want ik heb wel het gevoel dat er hier iemand de grenzen gaat aangeven. Tot hier en niet verder. Voet bij stuk gaat houden. Eigen ruimte gaat innemen. Omdat er een pad wordt bewandeld dat heel, heel zwaar weegt. Maar daar komt er wel een einde aan. Het kan zijn, schorpioen, dat jij innerlijk in jezelf iets gaat onderzoeken. Zodat je uiteindelijk knopen gaat kunnen doorhakken. Maar dit is wat dat allemaal heel onverwachts gaat plaatsvinden. Ik heb wel het gevoel met volle maan in oktober. Ik denk begin oktober, 8 oktober. Ik weet de datum nu uit mijn hoofd. Gaat er wel een einde komen van zware lasten, die verplichtingen, die verantwoordelijkheden, die vermoeidheid. Daar gaat er wel een einde aan komen. Ik denk rond volle maan. Deze kaart moet hier, is eruit gevallen. Maar het kan zijn dat je te maken hebt met een leeuw, hoeft natuurlijk niet. Maar dit is wel iemand die zeer in haar zijn kracht staat. Mocht het zo niet zijn, schorpioen, dan wordt er gevraagd om al die kracht bij u heen te rapen, om al die moed bijeen te rapen, uw innerlijke kracht naar voren te brengen, om iets tot een eind te brengen. Want er gaat iets heel plots onverwachts plaatsvinden. Het kan zijn dat je te maken hebt met de leeuw en dat deze leeuw u op de blok heeft gezet, dat deze leeuw u heeft geblokkeerd en dat jij gaat beginnen onderzoeken. Dat jij gaat beginnen zoeken, analyseren, achter de waarheid gaat willen komen. Maar dit is wel iemand die heel sterk staat, in zijn haar kracht staat. Maar toch bewandelt deze pad wel een vermoeiende pad. Dus neem wat dat resoneert. Ik heb wel leeuw heel sterk. Iemand is eigenlijk al de shit achter zich aan het laten en is eigenlijk aan het stappen, werkelijk fysiek aan het stappen naar de andere kant waar wel het geluk ligt. Het kan zijn, schorpioen, dat jij al die shit achter u aan het laten bent of deze persoon is dit hier aan het doen, waardoor dat deze persoon u heeft geblokkeerd om eerst alles iets op orde te brengen. Want er gaan hier knopen doorgehakt worden om naar de losbestemming te gaan. Om naar die veranderingen en die vernieuwingen te gaan. Want ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb 6 grote arcana's. Hier gaan hele grote veranderingen plaatsvinden. Dingen die je totaal niet gaat zien aankomen. Het gaat vooral een passionele nieuw begin zijn. We gaan even kijken naar de 5 van kelken.
Ja, ik zie passionele communicatie. Ik zie wel positief nieuws. Er is wel iemand die hard aan zichzelf werkt. Iemand wil wel moeite doen. Ik heb wel nog een andere boodschap. Er zijn sommigen onder jullie die heel hard werken aan jullie pentacles en jullie geld om op reis te gaan, om even weg te gaan. Maar ook hard werken om positief nieuws te ontvangen. Er is iets wat heel belangrijk is, positief nieuws. Dat kan heel snel gaan, maar er liggen hier innerlijke chaos, innerlijk gevecht. Er is iemand die geen besluit kan nemen. Het kan zijn dat je inderdaad te maken hebt met... Er ligt hier wel heel veel vuur, heel veel passie in uw reading. Ik zie passionele communicatie. Communicatie op zich twee keer. Communicatie, boodschappen komen er binnen. Heel erg veel denken, overdenken, alles analyseren, objectief bekijken. Maar het kan zijn dat er hier concurrentie bij ligt, maar er ligt hier een innerlijke chaos. Iemand zit in een innerlijk gevecht. Het kan zijn dat deze communicatie een beetje van argumenten gaat, van kleine ruzietjes gaat plaatsvinden. Argumenten. Maar dit is iemand die... Ik heb het gevoel dat dat iemand is die heel hard werkt aan zichzelf. Die ook moeite wil doen. Maar op dit moment geen keus kan maken, geen besluitloos is, omdat die persoon in een innerlijk gevecht zit. Heel sterk leeuwenergie. Hoeft geen leeuw te zijn natuurlijk, hè? Maar onderaan heb ik hier wel stier, weegschaal. Ik zie een nieuw begin, een overvloed. Er komt hier een bevrijding van iets dat uitzichtloos is. Het kan zijn dat er iemand in een connectie zit, in een huwelijk zit, en dat het op dit moment uitzichtloos is. Omdat misschien... ik ga het anders uitleggen. Stel dat jij te maken hebt met iemand die in een huwelijk zit. Deze persoon heeft te maken met een toxisch iemand. En dit is wat uitzichtloos is. Iemand probeert hier uit een uitzichtloze situatie eruit te geraken. Waardoor dat die persoon het gevoel heeft van... Mijn schorpioen is mijn lotsbestemming. Ik wil met mijn schorpioen veranderingen en vernieuwing. Want er gaat iets objectief bekeken worden. Die fysieke, sensuele aantrekkingskracht is echt heel magnetisch tussen jullie. Er is heel veel passie. Iemand staat heel erg sterk. Heeft innerlijke kracht. Er wordt hier iets gecontroleerd. Er is iets wat heel zwaar weegt op de schouders. Maar toch is er hier iemand die iemand heeft geblokkeerd. Is het toch het gevoel dat het op sociale media is. Dat er hier is geblokkeerd. Maar het hart is ook geblokkeerd naar u toe. Deze persoon kan heel defensief zijn, zet grenzen aan, maar blokkeert ook zijn haar hart. Maar heeft heel veel passie voor u. Maar doordat deze persoon de emoties niet toont of niet voelt, weegt dit heel zwaar op de schouders. Vandaar dat deze persoon heel hard aan zichzelf aan het werken is. Het kan zijn dat iemand is vanuit het verleden die je niet los kunt laten. Waardoor dat er nog contact is tussen u en de andere persoon. Maar het is wel iemand die heel hard werkt aan zichzelf, maar ook aan het financiële. Gewoon op zich, op zijn of haar werk, heel hard werken. Op een passionele manier. Het is iemand met zeer veel passie. Heel veel passie heeft deze persoon. Dan kan ik kijken naar de potentiële uitkomst. Ik heb heel sterk leeuw, stier, schorpioen, waterman, tweeling. Dat zijn wel de sterke hoofdtekens, de vaste tekens. Dit is iemand vanuit uw vorig leven. Dit is een soulmate-connectie. Dit is iemand vanuit uw kindertijd of iemand vanuit een diep verleden. Het kan ook zijn, schorpioen, als ik het anders bekijk, kijk je te veel naar het verleden. Je hebt het niet losgelaten. Het kan zijn, voor sommigen onder jullie was er heel veel passie met deze ene persoon. Maar ook veel ruzie. Maar weinig emoties. Dit is iemand vanuit uw verleden. Vanuit je kindertijd of vanuit een vorig leven die opnieuw op je pad gekomen is. Zeer sterk soulmate-connectie.
Ze hebben precies heel veel te vertellen. Dat is natuurlijk veel te veel. Het kan zijn dat er iemand vanuit je verleden opnieuw op je pad gaat komen met een boodschap. Geef me nog 2 kaarten voor de potentiële uitkomst. Dit is heel sterk leeuw-energie, maar ook heel sterk schorpioen-energie. Dus ofwel ben jij het schorpioen, heb je te maken met een schorpioen, ofwel heb je een leeuw in je ascendant maanteken, of heb je ook te maken met een leeuw. Het kan ook een stier zijn, waterman. Maar toch, schorpioen, leeuw en stier, dit is voor mij wel de sterke tekens die naar voren komen. Dit is wel iemand die wilt overwinnen. Dit is iemand die heel veel trots heeft. Iemand die erkenning heeft, maar iemand die uiteindelijk wel heel stabiel in het leven staat. Het is iemand die financieel er heel goed voor staat. Heel sterke vaderfiguur. Kan zijn dat deze persoon kinderen heeft. 1 kind. Of deze persoon is gewoon jonger dan u. Maar dit is wel iemand die financieel heel stabiel staat. Het is geen rappen. Het is een dragen. Maar het is iemand die je wilt overwinnen. Dus mocht het iemand zijn vanuit je verleden die je niet hebt losgelaten, heeft deze persoon je ook niet losgelaten. En wil deze persoon je eigenlijk overwinnen. Ondanks het feit dat er wel wat ruzie liggen, liggen er hier ook wel heel veel passie naar elkaar. Mocht je niet kunnen vinden in deze reading, dan zou ik enkel maar kijken naar de potentiële uitkomst dat er iemand vanuit uw kindertijd of iemand vanuit uw verleden of iemand vanuit een vorig leven opnieuw op je pad gaat komen. En dat deze persoon u gaat willen overwinnen. Want ik zie 3 boodschappen. Er is iets wat gaat veranderen. Dit is een zeer grote verandering. Een shockmoment. Iets wat je totaal niet gaat zien komen. Ga voor iedereen natuurlijk verschillend zijn, want ik heb meer dan 1 boodschap in deze reading, maar ik heb wel het gevoel dat er op dit moment geen communicatie is tussen u en de andere persoon. Iemand heeft zich teruggetrokken om over alles na te denken. Het kan zijn dat jij het bent, het kan ook de andere persoon zijn, dus weegschaal-energie. Als ik het hier open doe, zie ik hier verzoening, vergeven en leren. Voor sommigen komt er hier een verzoening. Voor anderen onderdrukking. Ik heb geen idee van deze keer. Maar we gaan even kijken welke liefdesboodschap er klaar ligt voor de schorpioen. Voor het collectief, voor de schorpioen. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde brengen. Zo, schorpioen, ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht, dat er antwoorden liggen in deze reading. Ik ben jullie dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. Dank je wel, keer op keer. En ik zie jullie de volgende keer. Bye bye.